Hey allemaal, ik hoop dat jullie een leuk weekend hebben gehad. Ik heb super veel leuke reacties ontvangen van jullie en ik kan niet wachten om weer een nieuwe week met jullie samen te doen. Vandaag gaan we weer lezen en het gaat over beroepen, over het werk. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis heb je zusters, politieagenten, een kok en nou ja, wat doen jullie papa en mama eigenlijk? Vraag het maar eens aan ze. Dat is ook namelijk een beroep. Oké, zitten jullie er klaar voor? Dan gaan we beginnen. Samen met mijn beer gaan we het boekje voor jullie voorlezen. Daar gaan we. Ik kook en ik kneed. Ik bak en ik braad. Alles afgewogen en helemaal op maat. Een beetje peper, een snufje zout. Het is wel duidelijk dat ik van koken houd. Op mijn hoofd staat een witte muts. Soms een beetje scheef als ik eieren kluts. En een wit schort. En een witte broek. En over mijn schouder, soms een theedoek. Staat het eten in de oven, dan let ik op de klok. Weet jij wat ik ben? Ik ben een... Weet jij het? Weet jullie het? Dan gaan we. 3, 2, 1. Ik ben een... Heel goed, een kok. Heel goed. En nou, wat doet een kok nou eigenlijk, hè? Die maakt inderdaad eten. Ja, en bakken kan ook. Oeh, jullie zijn heel goed op dreef. Goed zo, jongens en meiden. Gaan we naar het volgende verhaaltje. In de auto of lopend op straat. Waar ik ook ben, ik ben altijd paraat. Ik geef boetes en vang af en toe een dief. Ja, ik ben echt heel de dag actief. Op mijn hoofd zit een grote blauwe pet. En het komt voor dat ik soms handboeien inzet. Onze sirene is bij iedereen bekend. Rij je te hard, dan geef ik je een prent. Onze blauwe pakken zijn echt een traditie. Weet jij wat ik ben? Ik ben de... Nou, ik ben het niet. Maar ik heb wel blauw aan. Wat denken jullie? Dan gaan we weer. 3, 2, 1. Ik ben de... Politie! Oh, hebben jullie wel eens een keer een politieagent gezien? Tatu, tatu, iedereen opzij. Maak, met onze wagen moeten we erbij. Pak de slang en spuit al het water. De boel opruimen, dat doen we later. Een vlammetje hier, een vuurtje daar. Als alles geblust is, dan zijn we pas klaar. Pak de ladder en klim helemaal omhoog. We verliezen het vuur nooit uit het oog. Als er brand is, dan gaan we als een speer. Weet jij wat ik ben? Ik ben de... Oeh, er is dus brand, water en een slang. Wat denken jullie, jongens en meiden? Ik ben de... Brandweer! Heel goed! Ah, jullie kunnen het supergoed zeggen. Zit er nog goed voor? Gaan we naar het volgende verhaaltje. Die is niet zo heel leuk. Voel jij je niet lekker of ben je ziek? Kom dan snel naar de dokterskliniek. Met onze mooie jassen en kapjes voor de mond, helpen we breuken of een wond. Een drupje zalf of een pleister geplakt, of soms met een verbandje ingepakt. Een prikje hier, een pilletje daar, als je weer beter bent, dan zijn we klaar. Met mijn stem stel ik je geruster. Weet je wat ik ben? Ik ben een... Nou, ze komen heel veel in het nieuws, misschien heb je het wel gezien, of op het Jeugdjournaal, hè? Ik ben een zuster. Of voor een man een broeder, een arts. En die maken de mensen beter. Oh, daar gaan we. Klusjes in huis doe ik heel graag. Ik gebruik vaak een boor en een grote zaag. Ook een schroevendraaier is mij niet onbekend. En ik werk ook vaak met cement. Ik meet alles heel nauwkeurig na en tussendoor eet ik vaak pizza. Met een hamer geef ik vaak een harde klop. Dan sla ik zo elke spijker op zijn kop. Ja, ik ben echt iemand die alles kan hoor. Weet jij wat ik ben? Ik ben een... Deze is wel lastig hoor. Iemand die alles kan? Ik ben een... Ja, heel goed. Klusjesman! Ah, die wisten jullie wel, hè? Een klusjesman.
laatste alweer. Bij mij leer je lezen, schrijven en rekenen. En tussendoor gaan we heel vaak tekenen. Ik doe alles voor op het schoolbord en geef cijfers voor op je rapport. In de pauze hoef jij je niet te vervelen. Met lekker weer gaan we buiten spelen. Aan het einde van de dag gaat de bel. Dan gaat iedereen naar huis heel snel. Met mij is leren echt nooit suf. Weet je wat ik ben? Ik ben een... En die weten jullie wel, hè? Ik ben een... Juf! Zou ze eigenlijk maar zeggen juf Sjoe, hè? Jongens en meiden, het boekje is alweer uit. Het ging dus over beroepen. We hebben gehad politieagent, hè? Politie. Lerares of een leraar. Een kok, chef. Zuster of een broeder. De klusjesman of een klusjesvrouw uiteraard. En bij de brandweer. Nou is mijn vraag aan jullie. Kunnen jullie, als je moet kiezen van een van deze beroepen die we vandaag hebben gelezen, een foto maken? En dat je dan het beroep, het werk wat zij doen, uitbeelden. Dus bijvoorbeeld, als jij de juf, een juf doet. Dat doe je net alsof je zo op een school, voor een schoolbord staat. Of misschien bij een brandweer. Dan kan je net doen alsof je brand aan het blussen bent. Ja? Als jij nou dat leuk vindt en je doet het, vraag je aan papa of mama een foto van je te maken. En dan kunnen ze naar mij opsturen. Na dit filmpje kan je zien hoe dat moet en waar je naartoe kan sturen. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. En ik zie jullie graag morgen, want dan gaan we namelijk koken. Tot morgen allemaal. Doei doei!